Oh, maar dat is lekker. Breda Nu. Je weet het meteen. De allerlaatste stekmarkt van dit jaar. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Gaan jullie met me mee? Hey, stekmarkt, wat is het nou precies? Nou, alle stekkers die hier zitten en ook mensen van buitenaf, die komen één keer per maand komen die samen en dan organiseren we een stekmarkt. Komen we meer hier op de markt? Nou, ik moet zeggen, wij komen hier de eerste keer. Wij wonen in Breda. Wij zijn geen echte Bredanaars. We zijn eerst naar de Elektron toegegaan, naar de kunst even kijken. En we kwamen hier even uit. Nou, dat is echt geweldig dit. Lust jij een lekker kopje koffie voor mij? Nou, hier hebben ze al een lekkere beach bij Frontaal. Dus dat vind ik wel leuk om met mijn vrienden dan wat te gaan drinken. Hoeveel ondernemers zitten hier nou? Ik zie verschillende plaatsen waar allerlei winkeltjes zitten. Hoeveel staan er hier op het terrein? We zijn nu met 25 bedrijfjes. En er zit echt van alles. Van kapper en brouwerij. Maar ook een boekhouder. Bakker. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het op zich wel leuk. Maar op een gegeven moment, ja, het was toch maar iets minder voor kinderen en dat soort dingen. Het is inmiddels anderhalf uur verder. We gaan eens even kijken of dat er nog een lawaai in de brouwerij is. Eens even kijken hoe dat het ervoor staat. Heren, hoe staat het ervoor ondertussen? Tweede. Ah, nee, daar komen we nog een andere keer terug. Nee, het zit allemaal nog zo rustig. En wat zijn dan precies de stekkers? De stekkers, dat is iedereen die hier op dit braakliggend terrein in Belkrum een unit heeft, een plek heeft, een werkplek. En voor de ene is dat een atelier of een werkplaats. En hiernaast zit een bakkerij. Wij hebben hier een kantoor en onze kopshop. Ik zou zeggen, loop even rond. Want... Oh, maar dat is lekker. Breda Nu. Je weet het meteen.